Ja mensen, op dit moment zijn we net aangekomen in Groningen. Het is even zoeken waar iedereen is of zo, of in ieder geval een goede locatie te vinden. Heel veel mensen zeiden namelijk dat Oosterpark in Groningen niet zo slimme locatie was. Maar ja, daar komen we zo meteen achter. We hebben hier een tas. In de rugzak zit heel veel. Dus we gaan zo meteen beginnen met stoken. En we lopen nu eerst even naar de locatie. Hier ergens moet een school in de buurt zijn. Ja, dat zou wel chill zijn. Ze zijn hier ergens een hoek of zo, hè? Zit daar een school in? Of daar? Ja? Oké. Ze moeten school zijn. Ze moeten school zijn. Ik zei gewoon ze hier bouwen. Goedemorgen. Laat me hier een tuknuffel maken, man. We zijn nu op locatie, mensen. Er zijn superveel mensen. We verwachten dat er gelijk politie komt, dus ik zet sowieso even mijn stopwatch aan. Er zijn echt veel mensen. Er zijn meer mensen dan met die meeting. Ik ben benieuwd hoe snel het tijd gaat komen. Dus ik zet een stopwatch aan. Hij gaat aan nu. Let's go, we gaan beginnen. Okay, wat hebben we hier zo? Ik heb verteld. Nou, dit is een matje. Weet je wat dat we gewoon lekker gemaakt hebben? Ja, nee, je kan hem ook opvangen. Hey, je kan beter een beetje achterblijven, man. Als iedereen hier uitblijft, kunnen we hier gewoon gooien. Is dit het? Wat is het, jongen? Kijk naar Excel. Ja, dat is heel gek. Oh. Dat is sick op zich, hè? Ik kan aansteken, man. Hey, gauw. Elektriciteit. Erg goede dingen, dat. Ik ga hem dit even opladen. Ja, jij hebt hem helemaal vol. Oh, je aansteken. Wat? Zeg je aansteken op die camera. Wat zei je? Zeg je, bedoel je aansteken op camera? Ja, die Cammy zit nog helemaal vol. In het begin dacht ik echt, what the fuck, gek. Ja, man, toen is die intro op, snap je. Hé, hey, kijk uit met dat vuur, hè. Ik zweer het. Als ze komen, ben je dan wel strafbaar. Strafbaar. Jeroen, Jeroen. Kijk uit met de vuur. Ja, daarom.
Zo, ik ben op. Iedereen neemt die afstand, ik blijf gewoon lekker dicht bij mijn Je bent 550. Ja, klopt. Dat was het. Poefjaks. Ja, mooi. Ja, dat is wel goed, toch? Nou, kan altijd beter. Nee, hier zit nog drie trekken. Ja, ik zou gewoon... Zit nog knetterballen bij. Op het zakje erop. Ja, als er gewoon een stuk of drie of zo met groenbloem... Ja, als je hier zo bij die sterretjes aansteekt. Eerste dag gelijk. Dan leg ze gewoon op. Ik ga gelijk microfoon komen. Die flitsers en zo, die moeten gewoon uitgevoerd. Ja, die moeten wel op. Die sterretjes. Ja, die sterretjes aansteken, ja. Is dat hem? Ja. Yo. Steek jij maar? Doe me bij de zouden met meerdere aansteken. Ja, weg. Hé, Tas. Hey, hou eens op, joh! Ja, laat maar. Stond niet. Als die gast toen ben ik hoorde niet meer hoe het was, hè? Ja, Lisa, of course. Hebben ze ook. Ja, voor je mee achter ook. Hey, joh, gek! Ja, het is toch. Boom! Camera! Wees! Nog even een foto. Mangen? Zo, dat was mooi, joh. Ja, hè? Zeker. Nou, we hebben nog aardig wat. Dus is ook niet de enige tas. We hebben er altijd nog een keer. En zeg, gaan we verder. En dan 4 pakjes tegelijk, 2 in het vuur. Dus als je even meehelpt, dan komt het helemaal goed. Ja, toch? Yeah.
hem ook bellen. Ik heb hem op WhatsApp. Ga je bellen? Ja. Ga bellen en dan met de vuur. Je hebt het begin goed gefilmd toch, Jorgen? Ja, ja. Lekker man, want daar waren de meeste mensen. Die ding had ik ook niet in. Is die fakkel? Wat zeg? Is die fakkel wel? Ja, lijkt het wel niet, hè? Ja. Ja, zeg maar. Ja, nou, die heb jij. Dit. Nee, die had een, nou. Oh, ja, ik, heb... ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden. Ik vond zelf persoonlijk Groningen het allerziekst. Heel veel mensen waren gekomen. De volgende stad die wordt gekozen, raad ik sowieso even af. Mensen, neem geen illegale dingen mee. Neem geen kat 2 mee of zo. Want hierachter zijn allemaal mensen met cobra's, weet ik van wat. En ik zou zeggen, laat sowieso even... Laat sowieso ook even een reactie achter in welke stad wij volgende week moeten gaan stoken. Lijkt die reactie, volgende week zullen we daar zijn. Misschien overtreft dat Groningen wel. Zou die overtreffen? Later. Hey, laat je nog een keer horen voor Groningen! Dank je, vader.